Michaela, wat is dit nou? Er zijn twee visjes dood. Yes, goedemorgen jongens. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is QC en het is erg vroeg. Ik ben hier met mijn dochtertje. En ik zat een beetje op de bank. Mijn dochtertje was een beetje aan het spelen. En op een gegeven moment dommelde ik weer even een beetje weg. En toen werd ik wakker en toen betrapte ik mijn dochtertje ergens op. En daar ga ik haar nu even mee confronteren. Ja, Michaela, wat heb je nou net gedaan? Jij hebt stiekem visie uit de aquarium gepakt. Toen is visie dood gegaan. Nu is visie dood. Je mag niet aan visie zitten. Nu is visie dood. Maar visie, nu is visie Twinkle. Ja, Champ is ook een twinkel. Visje ook twinkel? Ja, Visje ook twinkel, maar Champ die had niet meer problemen. En Visje was gewoon lekker aan het zwemmen. En toen ging Michaela bij de staart pakken. En gingen ze ermee rondlopen door het huis. Vorige keer deed je het ook en toen heeft papa ook gezegd dat het niet mag, hè? Zo niet lief. Dood. Ja? Nee jongens, kijk, daar hebben we dode Visie en hij leeft. Daar is hij. Ja, daar is hij. Visie is dood. Ik moet hem echt eventjes eruit halen, anders worden die andere vissen natuurlijk ook ziek. En zijn mat die zijn aan het rouwen, die chillen hem daar bij hem. Die zijn heel verdrietig. Alle vissen zijn verdrietig nu. Ja. Rest in peace, man Mattie. Ik ga je goed begraven. Ik weet niet, via de prullenbak of zo. Michaela! Wat is dit nou? Er zijn twee visjes dood. Ik heb met twee visjes gespeeld. Oh. Hier is hij. Zwemmen. Hè? Huh? Visje gaat zwemmen. Ja, visje kan niet meer zwemmen nu. Twee visjes dood. Ja. Nou jongens, dit is weer zo'n moeilijk vadermoment, omdat mijn dochter natuurlijk met de vissen gaat spelen en die doet ze waarschijnlijk in de waterbak daar of zo. En die maakt ze niet bewust dood of zo, die wil er gewoon mee spelen. Die gaat niet ermee spelen om ze dood te maken of zo, of ze stampen of zo. Ze is echt mee aan het spelen, want ze denken het is een soort van huisdier. De visje gaat dood. Ja, dat mag niet meer, hè? Nee, dus ik wou ook niet te streng brengen, maar ik moet daar wel duidelijk maken dat het echt niet mag en dat het leerles is. Jammer genoeg moeten daardoor twee vissen zijn overleden, weet je, rest in peace. Michaela, heb je wel echt spijt? Ja. Ja? Toch voor visjes. Ja, dat is zuurstof voor visjes, maar twee visjes hebben geen zuurstof meer. Heb je wel spijt ervan? Ach. Ik ben moe. Ja, ineens ben je moe. Daar heb je omheen te gaan, maar geef papa een kus. Nee, op de wang, papa wil een goede kus. Love you. Niet meer doen, hè? Visje zwemmen niet. Nee. Mijn visje dood. Ah, shit. Nou jongens, wij zijn een auto aan het parkeren. In ieder geval Nesim is aan het parkeren. Oh shit, Tanto Engels die rat, man gek. Ja man, fuck aan de ass. Hey Q. Je bent er? Ik ben er. We zijn onderweg naar... We zijn er al. We zijn er al eigenlijk, we zijn niet onderweg. We gaan cooking with Kukke. Kai. Kai na kai. Kai na kai. 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 We gaan koken. Kwaai. Koken als drie vrouwen. Nou. Ik heb een schort, denk je? Het is zeg maar wel... Het is wel een disrespectvolle titel, zijn show. Dat heet gewoon beter dan je moeder. Sorry. Nee joh. Ja, sorry, die show. Wij praten gewoon over moeder, broer. Dan gaan we eerst fitty. Nou jongens, dit heb ik in mijn tijd dat ik zeg maar YouTube doe en noem maar op, nog nooit meegemaakt. Dus gisteren kwam Keizer bij ons en was hij al best wel laat. Maar ik zei het er gisteren toch ook tegen jou. Weet je dat als wij komen, hij is hier ook gewoon draaien? Ja, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt dat zeg maar... Wij komen ergens, ik heb wel eens meegemaakt dat we ergens te laat komen, maar wij komen zeg maar ergens aan en degene van wie de show is zeg maar, die is... Komt te laat. Tjalabim. Ja. Ja, dat zijn ervaringen. Hij is misschien dronken. Ja, dat wel. Van kakai. Ik gooi gelijk de camera weer aan, man, bro.
gisteren te laat bij onze show en nu zijn we zelfs te laat voor je eigen show. Ik heb echt een goede uitleg voor dit, man. Ja? Ja, man. Die uitleg die ik heb voor dit, is echt goed. Wat is de uitleg dan? Broer, ga je zo uitleggen. Deze uitleg is goed, man. Hey, ben je al zo vroeg op die kanonnetjes? Broer, ergens op de wereld is het 2 uur of zo. Wie zegt dat er kanon in zit, trouwens? Ja, misschien heb je gewoon een blikje meegenomen en iets anders erin gezet. Gewoon voor image, weet je toch? Ja, voor image. Dat zou best wel kunnen, ja. Je zit gewoon fout in. Ja, lekker, man. Nou jongens, het gaat beginnen. De kippen staan klaar en heel de episode, dat gaan jullie zien wat er wat van is gekomen, zeg maar. Zin in? Zeker. Ja? Ik heb echt zin in. Jullie zin in? Gaat hem nu worden. We gaan winnen, man. We willen gaan. Ja, dit is een 1,5 uur. In ieder geval nog 1 uur en 23 minuten. En dan moeten hun moet ook. Kijk, hun zijn langzaam. We moeten een kip nog erin doen. En uiteindelijk is er een competitie. Er komt ook een jury. Ik weet niet wie de jury is, maar een van ons gaat winnen, man. Elke lach is een glimlach. Shine, shine. Oh, wow, dat is wel een gekke chicken, man. Chicken tonight? Oh, dit is gekke chicken, man. Heel eerlijk, ik wil niet gewoon een hapje nemen. Ziet prachtig uit. Bro, lik eraan, man. Je mag hem likken. Sorry. Lik je met kippen? Vegetariër. Ja? Dus, Je eet niet? Nee, al te graag. Chap je ook geen booty? Oeh, dat is een goede vraag. Die heb je me te pakken. Die heb je te pakken, hè? Even kijken. Wat wil je doen dan? Yo, ja. Hij zat een keertje. Yes, what? Toen zei ik, wat zeg je nou? Dus, wat is dat? Vrouw? Oh, shit is echt lauw. Da, jou. Dus, ik keek, ik zag Nessim. Wat is dat Nessim? Ik zei, yo, hoe gaat het? Hij zei, yo, hoe gaat het terug? Ik zei, wat? Ik heb een vlucht. Nou, jij wou een freestyle, hè? Ja. Daar heb je hem. Niet om een vraag. Hij zei, gooi de camera's aan. Dus ik denk, ja, nu komt het maar. Ik snap sowieso niet hoeveel ik me niet heb genomineerd voor beste rapper. Hè? Je hoort het. Lines after lines. Maar hey, je hebt een Team Mac Award. Hè? Huh? Je hebt een Team Mac Award. Ja, ik heb 3 van niks awards. Dus dat zit al goed. Jongens, ik ben ondertussen weer thuis. Ik ga staan naar boven, even mijn vriendin groeten, even mijn dochter groeten. En, daarna heb ik met Petje Mos een zakelijk gesprek, nu weer voor iets anders. In ieder geval, daar kan ik nog niet te veel over zeggen, want als dit zeg maar door kan gaan of als hier dingen uit kunnen komen, dan zou het wel heel mooi zijn. Maar ja, dat heb ik zo meteen. En verder wil ik nog eventjes een dikke shout-out geven aan de dame die naar me toe kwam. Ze kijkt mijn vlog al vanaf vlog 13 samen met haar vriend. En, dat is keihard, dat is echt keihard. Ze kon alles vertellen, zeg maar, hè, vanaf, dus ze heeft echt veel meegemaakt. Vanaf 13, dat is echt al meer dan een jaar terug. Dus aan haar wil ik even een dikke shout-out geven, ze weet precies wie ze is. En ook een shout-out naar haar vriend. En nu ga ik even naar boven en kijken wat mijn familietje aan het doen is, man. Hallo, papa. Wat is mama aan het doen? Ik ben mama opruimen. Is mama aan het opruimen? Ja. En wat ben jij aan het doen dan? En niet vis pakken. Nee, geen visie pakken. Nee, visie rest in peace. Visie is twinkel nu. Wat ben jij aan het doen dan? Ik ga kijken voor vissers. Ben je voor vissers aan het kijken? Ja. Voor nieuwe vissers? Ja. Voor mij lieg je, want ik weet niet hoe je dat gaat opzoeken op internet voor nieuwe vissers. Maar liever. Ik ben visje kijken. Hey. Ik hoor even een keer dat je aan het opruimen was. Nee. Ja? Nee. Mag volgen. Is het gelukt? Ja, en ik heb de aquarium nog een keer gedaan. Ja? Eeuw. Wat? Ik heb poepie aan. Zeg ze ook gewoon, hè? Zeg je dat gewoon even? Zo, net ook, weet je wat ze net ook. Ze gaat ze weer zo staan geforceerd. Huh? Zegt ze, mama ruiken. Ik zeg, ben je gek of zo? Je gaat aan je kont ruiken. Hé, hey, vieze puffy later is. Ik heb daar vieze poepen later. Best swingen. Ja, dat zie je, maar ze is geen springkussen. Ga maar zitten, Mimi. Ja joh, laat je allemaal lekker zo vallen. Is eerst zwemmen. Dat mag. Nee, je mag niet aaien. Visjes zwemmen. Ja, maar visjes zwemmen, maar je mag niet aaien. Ik zeg, je hebt echt die boykie, hè? Dat heb je echt voor mij of voor mama. Mama en papa zijn ook niet zo boykie.
Nou, jongens, ik ben ondertussen in de studio. Ik ben hier met Petje Mos, ik ben hier met Jojo en ik ben hier met Fabian. Zit ernaast. Ja, ik zat in het scherm, staat omhoog. Lekker man. We hebben net even een gesprekje gehad en nu ga jij je studio in. Ja man, ik ga even weer iets proberen op te nemen. Ik heb net ook gefreestyled in je. Ja man, die is heel dik hè. Ja. Ja man, maar altijd. Dus als jullie de freestyle van QC willen checken, check de vlog. Ja man, ja, dik. Heel eng toch? Super eng. Ja, ik heb klinkt een leuke beat man. Ja man, ja, man. Klink. Meer loose op die beat. Je kan altijd erbij springen. Ja, als je mij goed genoeg vindt klinken, dadelijk op die track spring je gewoon bij. Nee, ik kan gewoon bij springen altijd. Lekker man. Kun je dat doen toch? Pull up, pull up. Pull up. Nou jongens, ik ga even proberen te freestylen op deze beat. Maar dan in mijn eigen vlog, meestal gaat het mis. Meestal als ik alleen met Petje Mos in freestyle in zijn vlog aan het hard. Voor mij komt er zo'n gekke druk achter en dan mislukt het altijd. Pull up. Zeg die mannen dat we eng gaan. 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 Automatisch als een Tesla. Hey, maar je weet niet van mij. Kan je ook een kap als een Vespa. Oh man, dat zijn bars voor deze. Verzon het net even. Maar ik zeg wat ik doe, wat ik geef. Ik blijf altijd wel leven. Gisteren was ik niet mensen. Het lukt niet, dat lukt niet. Kijk als jullie vriend zijn bij zijn vlog, maar mijn vlog lukt het nooit. Dat lukt niet. Ben ik wel blij mee. Hoi, gooi die boef. Pullen. Lekker man. Toch? Ik zie die oude dansvlog van Jojo en QC. Hij niet van jou moet zijn. Dit komt nu om. Alsof je aan het breien bent, zeg maar. Ja. Breien. Kijk, de serveer er al. Nee, doe het. Nou jongens, wij zijn een beetje aan het experimenteren met autotune. Zit gewoon een beetje gek te doen in de stuur. Afee, ik ging een beetje gek doen, gek zingen. En nu komt de autotune, of laten we zeggen de Q-tune. Q-tune. Ja toch? Lekker man, de Q-tune. Wie zou dit? Take me met a baggie for life. Leave me a little baby, my stop will alright. Oh shit. Take me for life. Daddy Peggy for life. Ik ben mijn pekies voor life. Ik ben mijn pekies voor life. Ik ben mijn pekies voor life. Dit is gewoon gek te doen, jongens. Yes jongens, ik had nog geen einde gemaakt aan de vlog. Ik ga even snel de vlog afsluiten. Daarna beginnen aan mijn nieuwe vlog. En snel dit stukje nog erin zetten. En dan eigenlijk renderen en dan online zetten. Of in ieder geval uploaden. En dan komt die om 5 uur online. Maar waarschijnlijk als jullie dit zien, dan is die online gekomen. Want anders kan je dit niet zien. Heel logisch. Maar in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie weer de volgende vlog man. Ik hou van jullie. Later.